Hallo beste volgers en kijkers van Arthur Kookt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Ik ga vandaag gehaktballen maken en kan dat nou lekkerder dan de traditionele? Jazeker wel, dat ga ik jullie laten zien. Dus blijf kijken voor het eindresultaat. Veel kijken en leerplezier gewenst. Allemaal nodig om de lekkere gehaktballen van Arthur Kookt te maken. Je hebt nodig 2 eetlepels, een vleestang, knoflookpoeder, snufje peper, snufje zout, een kookwekker, 250 gram gehakt, 1 ei, wat paneermeel, bakboter voor in de braadpan, sweet chili saus, een kom, een klein lepeltje en een braadpan met deksel. Ik ga even mijn handen wassen en dat moet altijd voor je gaat koken. Warm je, klik je op uit het diepvries of op een andere manier opwarmen. Ook even je handen wassen, ga je bakken, ook even je handen wassen. Dus altijd voor je gaat koken, even je handen wassen en ook als je een soep maakt. Kijk maar mee. Je handen afdrogen. En klaar. Ik ga beginnen met 250 gram gehakt in de kom te doen. Daarbij doe ik dan 2 eetlepels chili saus bij. Dan een klein snufje peper. Een snufje zout. Een klein beetje van die korianderblad. Een klein beetje knoflookpoeder. Een ei. Zo. En 6 eetlepels van de paneermeel. Een eetlepel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ga nu even kneden, dus kijk maar mee. Ik ga het gehakt nu even kneden. En zoals je ziet heb ik mijn aanrecht al gelijk weer even helemaal opgeruimd. Met al mijn kruidenpotjes weer in de kast gezet. De juiste plek bij mij. Dus doe dat altijd eerst even voor je weer aan de slag gaat met het kneden. Het is wat overzichtelijker. En als je nou denkt, hey, hij is nog een beetje te nattig, dan voeg je er nog wat paneermeel bij. Ik voeg er nog wat paneermeel bij. Want ik vind hem nog een beetje aan de natte kant. Gewoon een beetje op gevoel. Je wil wel een stevige gehaktbal hebben. Of gehaktballen. Het zijn er 2. Het gaan er 2 worden uiteindelijk. Klein beetje bij. Zo. Goed draaien, goed kneden. En dan kan ik er 2 ballen van maken. Dus dat ga ik dan ook doen. Door ze door de helft te doen. En dan de ballen ervan te maken. Eerst een beetje zo plat maken.
En dan met mijn handpalm zo een rondje draaien. Tot je een gehaktbal hebt. Nou, deze is goed. Ik kan die andere even gaan klaarmaken. Kijk maar mee. Zoals jullie goed kunnen zien, heb ik twee hele mooie gehaktballen gedraaid. Dus ik kan verder met de volgende stap. Dat is even het licht aandoen en de afzagkap aandoen. Hier ben ik wat minder verstaanbaarder, maar dat moet echt even. En ik zet vast de kookplaat aan onder de braadpan. Kan die vast warm worden. Op een hoge stand. 7. Doe ik dat vandaag. Dan ga ik wat bakboter toevoegen in de pan. Dus kijk maar mee. En er mag echt wel een flink stuk boter in de pan. Want we willen natuurlijk wel nog wat jus hebben ook. En de gehaktballen moeten natuurlijk niet aanbranden. Als de boter goed gesmolten is, dan kunnen de gehaktballen in de braadpan. Zet ik de kookwekker op 20 minuten. En dan ga ik verder. En deze ruim ik vast op in de koelkast. Zoals jullie goed kunnen zien is de boter goed gesmolten. Dus de gehaktballen kunnen in de braadpan. Kijk naar mij en zien. Zitten de gehaktballen in de braadpan. Dus ik kan de kookwekker zetten op 20 minuten. Kijk, ik ga de gehaktballen nog een keer omdraaien. Zo. Zet hem niet te hoog, want hij kan aanbranden. Dus ik ga hem nu wat lager zetten, van 7 naar ongeveer 4. En ik doe de deksel op de pan. En dan ga ik af en toe roeren straks. Kijk maar mee. Je kan ook de deksel van de pan afhalen als je dat prettiger vindt. Maar wil je nog wat jus, dan is het fijner om de deksel op de pan te laten. Want dan krijg je straks, doe ik er wat bouillon bij, wat water, en dan krijg je een heerlijke jus. Ik wil nu nog wat lekkere jus, dus daarvoor heb ik 1 bouillonblokje nodig. Doe ik in de pan. En 1 kopje met water, een glas met water. En dan ga ik even mijn flesstang zorgen dat alles er goed bij zit. Dat die bouillon goed meegenomen wordt. Zo. En dan doe ik nu de deksel op de pan. Maar voor ik dat doe, ga ik hem eerst nog even omdraaien, dan gehaktballen. Zo. De jus ziet er goed uit. De gehaktballen gaan goed. Dus ik lig mooi op schema. De kookwekker is net afgegaan, dus ik ga nog 1 keer omdraaien. De gehaktballen. Dan ga ik de kookplaat uitzetten. Ik ga even een bord pakken waar ik ze op kan leggen. En dan ga ik ze serveren. Ik heb mijn gehaktbal even door midden gesneden om te kijken of het wel gaar is. En zoals je ziet is het nog een klein beetje rood van binnen. Dus ik ga hem nog heel even terug doen in de pan. En dan nog heel even doen. Dus kijk altijd goed voor je hem gaat eten of hij helemaal gaar is van binnen doordat hij helemaal bruin is. Vind je hem nog een beetje roodig aan de binnenkant, rosé-achtig, dan doe je nog even terug in de braadpan. Of in je pan. Zo, ik heb de gehaktbal door midden gesneden en het ziet echt super lekker uit. Dus ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie deze nieuwe kookvideo van Arthur Kookt tot het einde hebben afgekeken. Dank je wel daarvoor alvast. In deze nieuwe kookvideo heb ik u laten zien hoe je een lekkere gehaktbal kan maken. Lekkerder dan de traditionele, al zeg ik zelf. Vergeet me even niet te volgen op Instagram, Arthur Kookt.
Reageer onderaan een comment wat je van deze video vond. Wat is jouw favoriete gehaktbal? En wat eet je dan bij de gehaktbal? Satésaus of liever jus? En wat noem dan volgende in kookvideo? Dus laat dat allemaal even weten hier onderaan in de reactie. Vergeet me even niet te volgen op YouTube. Dat doe je door op het duimpje te klikken. Dat vind ik hartstikke leuk. Op de abonneerknop te klikken. Dat is helemaal gratis. En op het belletje. Tringeling. Dan krijg je weer een melding wanneer ik weer een nieuwe kookvideo online heb gezet op mijn YouTube kanaal. Deel deze video met iedereen in je omgeving. En zou ik zeggen, houdoe en tot de volgende nieuwe kookvideo van Arthur Cooked. Laters.